In deze tipclip bespreken we de algemene oplossingsmethode uit de dynamica. We passen die toe op oefening 7.8 van de oefeningbundel. Hiervoor maken we gebruik van het begeleidingsdocument aan het begin van oefening 7. Eerst moeten we kijken of we met energie en impuls gaan werken, dan wel met de bewegingsvergelijkingen. Er wordt niet naar een begin- of eindtoestand gevraagd, dus de eerste richtlijn stuurt ons in de richting van de bewegingsvergelijkingen. Ook de tweede richtlijn leidt tot deze conclusie, aangezien er geen snelheden, maar krachten en versnellingen worden gevraagd. Om de kracht in A te berekenen, moeten we elk lichaam apart vrijmaken. Zowel het blokje, de katrol in C als de katrol in B. We maken deze onderdelen vrij volgens de regels van de dynamica. Het blokje zal enkel versnellen en geen hoekversnelling hebben. We kennen de richting van deze versnelling, maar de zin is onbekend. We tekenen de versnelling voorlopig naar beneden. Indien we uiteindelijk een negatieve waarde voor AD uitkomen, weten we dat de versnelling naar boven stond. Hierna maken we de katrol in C vrij maar ik hoop dat we ook hier de gespankracht F1 terugvinden. Dit is dezelfde kracht als bij het blokje, maar in omgekeerde zin. Ten slotte maken we ook nog de katrol in B vrij. Deze katrol kan zowel transleren als roteren rond B. We duimen dus zowel de versnelling van het zwaartepunt als de hoekversnelling van de katrol aan op het vrijlichaamsdiagram. Nadat we alle afzonderlijke onderdelen hebben vrijgemaakt, schrijven we voor elk van deze objecten de bewegingsvergelijking op. Zoals eerder gezegd, heeft het blokje geen hoekversnelling? We zullen dus enkel de krachtenvergelijking opschrijven voor dit onderdeel. We werken dit vectorje uit en merken meteen op dat de versnelling in de x-richting gelijk is aan 0. We hadden dit ook al in het vrijlichaamsdiagram zo getekend. Het krachtevenwicht voor de katrol in C is niet erg van belang, aangezien het geheel niet kan transleren en de reactiekracht in C niet gevraagd is. We werken het momentevenwicht rond het punt C uit. Dit is een ideale katrol, waardoor het traagheidsmoment rond C gelijk is aan 0. Daaruit volgt dan ook dat de krachten F1 en F2 gelijk zijn. Ten slotte schrijven we de bewegingsvergelijking van de katrol in B. Hier is de krachtenvergelijking wel van belang, aangezien deze katrol wel kan transleren. We schrijven het evenwicht vectorieel uit. Hieruit zien we opnieuw dat de x-component van de versnelling gelijk zal zijn aan 0. Daarna moeten we ook nog de momentenvergelijking rond punt B opschrijven. Dit is geen ideale katrol, waardoor de krachten F2 en FA niet gelijk zullen zijn aan elkaar. Hiermee bekomen we een stelsel met meer onbekenden dan vergelijkingen. Er zijn echter nog verbanden tussen de onbekenden. De versnellingen en hoekversnellingen van de verschillende onderdelen zijn namelijk afhankelijk van elkaar. Zo geldt bijvoorbeeld dat de versnelling van D twee keer groter is en omgekeerd aan de versnelling in B. Dit kan eenvoudig ingezien worden. Stel bijvoorbeeld dat we het blokje 10 cm naar beneden zouden trekken, zou de katrol maar 5 cm naar boven gaan, aangezien de katrol zich in de lus van het touw bevindt. Dit verband van positie. Kan twee keer afgeleid worden, waardoor ook de versnellingen zich op dezelfde manier verhouden. Verder is er ook nog een verband tussen de hoekversnellingen en de versnelling van punt B. De katrol kan bekeken worden als een wiel dat rolt over het touw in de richting van het punt A. Aangezien de katrol niet slipt, geldt dat de snelheid gelijk is aan het product van de straal met de hoeksnelheid. We kunnen dit verband afleiden en bij gevolg geldt ook dat de versnelling gelijk is aan het product van de straal en de hoekversnelling. Met al deze vergelijkingen we komen een stelsel van 6 vergelijkingen en 6 onbekenden. Hiermee kunnen we zowel FA als de versnelling van het blokje berekenen.